Maar zo'n grote, met de hele familie bij elkaar, dat hebben we al uit ons hoofd gezet. Met de feestdagen voor de deur hopen we natuurlijk allemaal op een versoepeling van de coronaregels. Maar is dat realistisch? Want de daling van de cijfers is gestagneerd. En hoe gaat het op de scholen in de stad? We gaan het erover hebben met de directeur van de GGD, José Manshande. Er is een daling, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ja, helaas. We hadden eigenlijk een snellere daling verwacht. 4 weken geleden daalden we met 30%. En nu zien we het gewoon een beetje stabiliseren. Vorige week 4, nu 9%. En dat is gewoon niet goed genoeg. Nee, valt het u tegen of had u dit een beetje verwacht? Nou, we zagen eerst dus een flink effect van de maatregelen. En met dezelfde maatregelen gaat het nu stagneren. Ja, en dat is eigenlijk toch wel heel erg jammer. Dus dat is toch de grote vraag. Van hoe komt het dat het niet verder daalt? Zodat we op een gegeven moment ook weer de maatregelen kunnen afschalen. Ja, want zegt dat dan dat we misschien de maatregelen toch weer minder serieus nemen dan die eerste 2 weken toen het 30% daalde? Ja, het is moeilijk natuurlijk om te zeggen hoe het precies komt. Maar ik ben toch bang dat we toch nog te veel activiteiten ondernemen met elkaar. En wat we vooral zien, de meeste besmettingen vinden toch in de thuissituatie plaats. Dus dat is toch dat we mensen toch te veel bij elkaar bezoek gaan. Of als ze op bezoek gaan, in ieder geval de maatregelen onvoldoende in acht nemen. En dat is een van de redenen waarom we ook een thuiscampagne zijn gestart. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Nou, je hebt het bij je, geloof ik. Ja, kijk, ik vind het zelf een hele mooie campagne. Die heeft in alle huis- en huisbladen gezeten. Ik hou ook thuis 1,5 meter afstand van jou. Ja. Dat is waar het om gaat, vooral met mensen die op bezoek komen. Dat ze toch gewoon niet meteen knuffelen of handen geven. Ja. Wel handen wassen. Hè, dat zijn allemaal goede tips. Mm-hmm. Om toch ook te voorkomen dat we thuis elkaar besmetten als we bij elkaar bezoek gaan. Superbelangrijk. Ja, want ik denk toch dat er heel veel mensen zijn die dan thuis iemand ontvangen. Geen hand geven, want dat mag niet. Dus je geeft elkaar een elleboogje of zo, of even met je voet. Maar dan vervolgens gaan we eten met z'n allen en dan zit iedereen aan dezelfde tafel. Nou, je mag natuurlijk ook niet al te veel mensen thuis op bezoek hebben. Hè? Het gaat natuurlijk om maximaal 3 mensen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook om te voorkomen dat je te dicht op elkaar zit. Dus eigenlijk moet je niet meer mensen ontvangen dan dat je in je huis ook 1,5 meter afstand kan houden. Ja, maar snapt u dat het lastig is voor Amsterdammers als je dan dus die mensen thuis ontvangt en je gaat aan tafel zitten om toch te eten samen? Ik begrijp dat ontzettend goed. En zeker als je elkaar een tijd niet gezien hebt, dan wil je elkaar toch even knuffelen. Of als je nauwe familie bent, het is heel onnatuurlijk om dan niet elkaar een zoen te geven. Ik noemde net al de feestdagen. Sinterklaas is natuurlijk al bijna, maar daarna ook kerst en oud en nieuw. Ja, hoe moeten we daar naar kijken? Ja, dat is natuurlijk wel een grote vraag. En dat hoor je natuurlijk ook landelijk op de persconferentie. We moeten echt nog wel harder met elkaar naar beneden in het aantal besmettingen om echt de maatregelen goed te kunnen afschalen voor de kerst. Mm-hmm. Dus we moeten echt iedereen oproepen om zich daar toch echt heel goed aan te houden. Ja, maar is het realistisch dat we met kerst misschien 8 mensen thuis? Gewoon een gezellig kerstdiner? Als we op deze manier doorgaan, dan verwacht ik niet dat haalbaar is. Helaas. Nee. Nou, ongezellig. Zeker. Ja. Hoe gaat u dat thuis zelf doen? Of heeft u daar nog geen plannen voor gemaakt? Wij maken plannen met kleine aantallen, 1 of 2 maximaal. Mm-hmm. Maar niet maar zo'n grote, met de hele familie bij elkaar. Dat hebben we al uit ons hoofd gezet. Ja. We denken dat dat niet gaat lukken. Nee. Als mensen dan nu besmet zijn, dan hebben we natuurlijk nu bepaalde quarantaineregels. Of als je met iemand in contact bent geweest. De regels veranderen ook nog steeds. Kunt u misschien even uitleggen wat dan de nieuwe is en de nieuwe quarantaineregels? Ja, dit is wel een van de lichtpuntjes. Nu is het zo dat als je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is, of je bent een huisgenoot van iemand die besmet is, dan moet je 10 dagen in quarantaine. En het lichtpuntje is dat als je geen klachten hebt, dan mag je nu in het nieuwe testbeleid, na 5 dagen quarantaine mag je getest worden. En ben je dan negatief, dan hoef je niet langer in quarantaine. Dus we denken dat dat echt verlichting gaat geven in de maatregelen die we nu nemen. Want dan sta je dus in plaats van 10 dagen met ongeveer 7 dagen weer buiten. Na 5 dagen mag je getest worden. Dan ligt eraan hoe snel heb je de uitslag. Ja. En we hopen ook dat we snel de uitslag kunnen geven. Ja. Het testbeleid gaat wel sneller. Dus daar hopen we dat iemand dan inderdaad snel weer buiten staat. Ja. Zorgt het niet ook voor onduidelijkheid, het veranderen weer van de regels? We zien ook dat de regels zijn best ingewikkeld voor mensen. Dus dat is ook gewoon. Dit zal ook ongetwijfeld weer vragen oproepen. Mm-hmm. Want in principe testen we geen mensen zonder klachten. Nee. Dat willen we niet. Dat kunnen we ook nog niet aan. De testcapaciteit is nog niet voldoende genoeg om iedereen te testen zonder klachten. En daarom beginnen we nu met de vernieuwing van het testbeleid voor die mensen die opkomen uit het bron- en contactonderzoek en uit de corona-app.
die dus een melding krijgen dat ze langer dan 15 minuten in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. Ja, maar hoe gaan jullie dat, dan testen? Want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die denken, oh, maar als zij zonder klachten getest kunnen worden, dan kan ik dat ook. Nou, we hopen dat mensen toch die regels goed begrijpen en dat, ze dit kunnen vragen. Maar gaan jullie dat niet doen aan de hand van dus bijvoorbeeld de coronamelder of van het bronnencontactonderzoek? Daar hebben jullie dan toch gegevens van? Ik denk dat we nog niet precies weten hoe we dat precies gaan controleren. Mm-hmm. Maar er zal ongetwijfeld over nagedacht worden dat we dat gaan doen. En het geeft aan de ene kant een beetje onduidelijkheid, maar aan de andere kant geeft het ook zoveel verlichting. Mm-hmm. Dat ik toch denk dat mensen deze regels zullen begrijpen. In sommige regio's is het bron- en contactonderzoek ook weer opgeschaald. Hoe gaat dat hier? Nou ja, doordat de besmettingen dalen, kunnen wij ook weer het reguliere bron- en contactopsporingonderzoek doen, zoveel als mogelijk. En ik geloof dat voor het grootste deel lukt het ons nu ook weer om dus ook de contacten van de mensen die besmet zijn ook weer te bellen. Ja, gaat het dan alleen nog om die kwetsbare groep of iedereen? Nee, we kunnen dat nu bij bijna iedereen weer gewoon doen. Mm-hmm. Dus dat vinden we zelf heel fijn, want daarmee kunnen we toch iets betere controle hebben op de besmettingen en ook op het vervolg en op de quarantaine. Dus we zijn daar echt hard mee aan de slag. Mm-hmm. Ja, dus dat is fijn. We krijgen daarmee iets meer zicht op waar zitten de besmettingen, hoe houden mensen zich aan de quarantaine. We kunnen mensen daar heel goed op wijzen. Mm-hmm. Maar lopen we niet het risico door hier dus door het bronnencontactonderzoek weer op te starten en door dus mensen ook zonder klachten te gaan testen, dat we dan dus straks weer een grote toename krijgen en dat het daardoor misschien stagneert, ook misschien bij de testuitslagen? Dat vastloopt? We doen daar natuurlijk alles aan om dat net zo snel te laten doorlopen. Mm-hmm. Maar we zien op dit moment doen we minder testen dan we een tijdje geleden deden. Mm-hmm. En daarmee zie je dat de doorlooptijden sneller worden. Maar we zijn inmiddels ook beter op orde. En we verwachten dus ook met een grotere vraag toch diezelfde snelheid te kunnen houden. We kunnen op meer plaatsen testen. Nu benutten we niet alle capaciteit. Dus alsjeblieft iedereen met klachten, laat je testen. Het volgende onderwerp waar we het graag over wilden hebben, dat zijn de scholen, de scholieren. Dus dat benoemen jullie zelf in de leeftijd 13 tot 18 jaar. Er is veel over gezegd de afgelopen week. Hoe gaat het in Amsterdam op de scholen? Nou, ook in Amsterdam zien we ook besmettingen op scholen. Dat zien we landelijk, dat zien we ook in Amsterdam. Al zien wij niet een toename de afgelopen tijd heel groot. Of eigenlijk niet. Dus u herkent zich misschien niet in het beeld wat landelijk geschetst is? Nou, we zien ook wij maken ons zorgen over de scholen, net zoals de scholen zich zorgen maken. Dus we moeten ook gewoon heel erg goed voorlichting blijven geven op de scholen over wat te doen en hoe met elkaar om te gaan. Dus daar geven we webinars voor. Onze jeugdartsen, onze infectieziekteartsen geven graag voorlichting op scholen. Ja, helpt dat? Ik denk het wel. Kijk, een van de belangrijke dingen is dat het superbelangrijk is dat mensen met, als ze klachten hebben, toch niet naar school gaan. Want wat wij horen in het bron- en contactonderzoek is dat scholieren toch soms toch naar school gaan omdat ze een proefwerk hebben. Mm-hmm. Of dat hun huisgenoten klachten hebben, dan moeten zij thuis blijven en dat ze zich daar toch moeilijk vinden om zich aan te houden. Mm-hmm. Dus dat is superbelangrijk dat we daar met elkaar op blijven inzetten en op blijven hameren. Want dan heel even die cijfers over die scholen. In de hele stad is het dus afgelopen week gedaald met 9%. Ik heb heel even een sommetje gemaakt. We hadden 2 weken geleden 248 besmettingen in de leeftijdscategorie 13 tot 18. En afgelopen week was dat 235. Dus dat is maar een daling van 5%. Dus dat ligt echt nog wel veel lager dan de rest van de stad. Ja, we zien ook, dat is ook wat ik zeg, we maken ons daar zorgen over. Het daalt daar nog niet hard genoeg. Nee. Dus daar moeten we met elkaar aan werken om te kijken hoe we dat kunnen beïnvloeden. Maar nog even op jouw vraag. Wat we wel weten, ook uit de bron- en contactopsporing, dat is dat niet alle besmettingen onder deze leeftijdsgroep plaatsvinden op scholen. Mm-hmm. Want we zien net zo goed, horen we, dat de jongeren elkaar tegenkomen op andere plekken, thuis elkaar ontmoeten en daar elkaar besmetten. Dus het is gewoon met elkaar, het is niet alleen de scholen, het is gewoon in de leeftijdsgroep moeten we kijken van hoe kunnen we de jongeren helpen om toch zich goed aan de regels te houden. Met klachten, thuis blijven, niet naar je vrienden toe gaan en je laten testen. Ja, maar dat is de boodschap die we steeds uitzenden. Ja, maar dat is natuurlijk ook best wel lastig als vanuit de Tweede Kamer heel veel regels zijn die niet gelden als je niet ouder bent dan 18. Dus bijvoorbeeld de 1,5 meter, technisch gezien, mogen zij gewoon bij elkaar afspreken thuis op de bank en gaan gamen. Dat is ook waar we niet. Dat, gelukkig maar, zou je kunnen zeggen. Hè, dat ze ook op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. En een prettige manier. Alleen, zo gauw ze klachten hebben, dan moeten ze echt thuis blijven, elkaar niet opzoeken en zich laten testen. Maar zouden we dan misschien die regels moeten aanpassen? Moeilijk. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, zeg maar. Of we nog strenger zouden moeten worden. Dat zijn typisch dingen, denk ik, voor het OMT. Ja. Zoals je weet, denken die nu ook na over hoe moeten we
nog kijken wat kunnen we doen voor deze leeftijdsgroep. Ja. Je weet dat ze daarover aan het nadenken zijn. OMT is ook aan het nadenken over het verlengen van zo'n kerstvakantie. Maar goed, de kerstvakantie is misschien ook wel niet per se een moment dat die leerlingen elkaar niet zien. Dus ja. Dat is wat ik zeg. Dus daarom is het heel belangrijk om daar goed onderzoek naar te doen wat het gewenste effect heeft. En daar moeten we met elkaar naar kijken. Ja, maar heeft het verlengen van zo'n kerstvakantie dan zin? Want ze zien elkaar ook buitenschool vooral veel. En dat is waar veel besmettingen plaatsvinden, begrijp ik. Ja, het gebeurt ook op andere plekken, net zo goed als op scholen. Dus dat is het zal ook voor het OMT geen makkelijke afweging zijn om een goed advies te geven. Maar daarom is het goed dat ze het goed onderzoeken. Mm-hmm. Zodat als we de maatregel nemen, dat we ook echt zeker weten dat het effect zal hebben. Ja, wat is een uiteindelijk eikpunt? Want we willen steeds een daling, maar wat is wenselijk? Nou, er zijn verschillende inschalingsniveaus van besmetting in de regio. En eigenlijk willen we gewoon weer onder de 50 besmettingen per 100.000 inwoners zitten. Daar zitten we nog lang niet. We zitten nu nog boven de 200. Mm-hmm. En we moeten echt nog verder naar beneden. Dan moeten we eigenlijk meer in het waakzaam niveau komen. En dan kunnen we eigenlijk weer gewoon... Dan durven we weer de samenleving weer verder open te stellen. Maar het moet eerst verder naar beneden. Want als we met een te hoog besmettingsniveau zitten, dan zitten we heel snel weer in hetzelfde systeem en moeten we weer naar een volgende lockdown. Wat natuurlijk ook niemand wil. Nee, dat begrijp ik. Nou, laten we in ieder geval hopen dat het dan komende weken beter gaat, dat we met die feestdagen weer wat kunnen. Maar als ik het zo hoor, dan zijn we er nog lang niet. Nee, helaas. We moeten er met elkaar echt nog even tegenaan. Dus ik zou echt de oproep willen doen aan iedereen. Hou vol, alsjeblieft. Ja. Doe het voor ons. Laten we daarmee afsluiten. Dankjewel. Meer verhalen over corona vindt u op onze website. Dankjewel voor het kijken.